Hallo en welkom bij dit korte bonusfilmpje. Ik ben vandaag voor het eerst in de nieuwe winkel van Scrap Delight geweest, samen met mijn vriendin. Het was kiddag vandaag, dus ik kon twee kids ophalen, de Artuchar en de Vika. En hier lopen we naar binnen en ik vond het daar eigenlijk best wel spannend, want ik had de nieuwe winkel nog niet gezien, maar ik had er wel heel veel zin in. Zoals je op de volgende foto ook kunt zien, had ik er inderdaad veel zin in. Nou, dan kom je in de winkel binnen en het eerste wat je eigenlijk ziet is de nieuwste kit, de Vika. Alle spulletjes die daarbij horen en wat spulletjes die erbij passen. De winter cottage kit dacht er geloof ik ook nog. En de mooie add-on meisjes lagen er nog. Verbaasde me erover dat ze er nog waren, want add-on Sunday was weer een gekke boel. En dan hebben ze daarachter een tafel staan met wat bullet journal spullen. En heel veel verfjes. Dus de mixed media dames komen ook aan bod. En een tafel met allemaal ponsen van onder andere EK Succes. En daartegenover stonden de Distress Oxides. Met alle kleurtjes van Tim Holtz. Ze zijn inmiddels allemaal uit, de grote en de kleine. En daarboven hangen stempels van verschillende merken. En wat knip- en snijmaterialen. En dan komen we bij de andere inkjes. Alle verschillende soorten die er bijna mogelijk zijn. Embossingpoeder, Nuvo Drops, Gold Flakes. En ga zo maar door. Dan hebben ze hier nog een tafel met wat aquarelpapier en waterverf. En de We Are Memory Keepers stelling. En aan de achterkant van de inkjes staan hier ook de nieuwe Nuvo Embellishment Mousse. Die heb ik nog niet gebruikt. Ik heb wel de Expanding Mousse gekocht en die ga ik binnenkort uitproberen. En hier hebben we de Mink spullen. Samen met Minkapparaat de nieuwe workshopruimte. En dan komen we hier bij de... We zien nog weer de We Are Memory Keeper spullen en een We Are Memory Keeper typemachine. De planners van Mambi met alle toebehoren. En dan staan hier de albums voor scrappen en pocketpage. De diverse formaten, maar de 9x12 van DLS zelf is er nog niet. Ik hoop dat die toch snel binnenkort komt. En dan hebben ze hier aan deze kant verschillende papier lijnen liggen. Hier was wat Valentijns artikelen bij elkaar gezocht. Wat Evan cardstock. De verschillende lijnen met de bijbehorende embellishments die erboven hangen. En dan komen we echt de mooiste hoek, vind ik zelf. De DLS hoek. Ondanks dat ik al een aantal kits in mijn bezit heb. Ik heb al een abonnement sinds januari. Maar ik heb daarvoor vrij veel losse kits gekocht. Zo, kan ik hier toch nog steeds neuzen. Nou, heb je allemaal wat aanvullende spulletjes. De mooie omslagen in de diverse formaten. Voor de storybook en de story journal. En daaronder staan nog wat Project Life core kits. De stempels die aan de wand hangen. Nou, de keuze is reuze. Daar zit altijd wel eentje voor je tussen. En er komen iedere keer weer nieuwe, dus... Blijft gewoon leuk. Nou, nog wat enamel dots, papierpakketten, mandjes, washi tapes. Altijd mooi. Sorry voor mijn gewiebel hoor. Mijn hand is niet zo steady met het filmen. Wat verschillende boekjes. En daar aan de wand zie je ook de inserts van de TN inserts. Of de story journal en storybook inserts. De wood veneer, de kit van vorige maand, de Artuchar, de scrap kit lag hier nog. Nog wat andere kit, nog een heliophilia kit. Het was de laatste, dus als je hem nog wil, er ligt er nog één. Nou, hier de inserts nog wat van dichterbij. En de stickervellen waren daar nog rechts. Ja, deze met die huisjes, die vind ik nog steeds heel leuk. En dan liggen hier nog een aantal kits, waaronder de Creative Mixed Media Kits. En daarna heb ik in het Journal Café nog gejournald samen met Milou. En dit is het resultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En tot de volgende keer. Tot ziens!